Kastien draait goed weg. Kastien. En Zwart met de overtreding en de vrije trap. En dus de mogelijkheid voor HFC. Valk, de doelman. Overleg tussen Kastien en Tameres. Tameres. Zo, nummer 2 van het seizoen. Lekker begin van de wedstrijd. De ervaren Gert-Jan Tameres. Ja, het is een lekkere vrije trap. Valk kansloos. En zo is het begin voor de ploeg van Ter Verdonkschot. Koopman kan hem aannemen. Koopman is altijd gevaarlijk in de 16. Koopman. Nou, terugleggen en binnenschieten. Zo. Ja. Goed en sterk van Koopman. De Rijk en Van Niel. En alle geluk voor Boks, de doelman. Van der Wilde. Goeie voorzet. De Rijk mist en Elvis Droetie. Voor het eerst. Echt gevaarlijk. Koopman. Ja, Koopman wilde de andere kant op. Want die zag Elvis Droetie 1 tegen 1 staan. Van der Wilde. Die bevalt me ook wel. Nou, afvallende bal. Oh! Elos Ruti. Met Fagunda. Die snel. Fagunda. Nou, De Rijk. En Boks. Met een goede redding. Althans, hij stond daar goed. Tameres. Arroyo. Kastien. Arroyo. Zwart. Sterling. Misschien nu. Sterling. Maakt hij het af? Sterling, ja! Zwart is boos, want die denkt aan buitenspel. Wat gebeurt er precies? Nou, hier, Arroyo. Zwart zegt, hey, het is buitenspel. En Sterling heeft de bal en maakt het beheerst af. En het is 2-0. Van Zon. Tameres. En Valk. Weer een opleving hier in Haarlem. Tameres. Sterling van Soest. Sterling. Kastien. Goede voordeelregel toegepast. Kastien, is dit zijn moment? Ja, dit is zijn moment. Zijn 10e van het seizoen. Het is 3-0. Kastien, ja, geeft hem geen ruimte. Want hij schiet hem snoeihard achter Valk. Goeie goal van de middenvelder en de clubtopscorer van HFC. Timmy Sela. Kastien. Lewis. Komt daar de 4-0 aan? Nee, goede reactie van Valk. Op de inzet van Lewis, de invaller. Danny Hols. Van Soest. Weer de beweging en de loopactie van De Visser. Komt in balbezit. De Visser. Redding van Valk. Ja, waren in de eerste helft de beste mogelijkheden voor VVSB. Dat heeft HFC in de tweede helft wel rechtgezet. Maar ja, cijfers liegen nooit. Ook op het scorebord niet. 3-0. Komt daar ook nog een vierde treffer aan. Lewis! Nee, net niet. En scheidsrechter Bos die zegt het is goed geweest. En zo wint HFC na een moeizame eerste helft. Verdiend met 3-0 van VVSB. En meldt de ploeg van Ted Verdonkschot zich in de top van de tweede divisie.